er opeens een jongetje, de moeder jaloers. Ik wil er meer, zij heeft er 3, dan wil ik er 4. Helaas, het bleef bij 1 zoon. Joost. Zodra Joost zijn vader voor het eerst het ziekenhuis in kwam, vroeg Joost zijn moeder direct aan Joost zijn vader of die Joost niet in 4 kon hakken. Oh. Ja, had ze er tenminste meer dan de andere slagersvrouw. En dan deze ene zoon, deze ene Joost, kon ze niet verdragen. Als ze zijn luiers moest verschonen, deed ze een gasmasker voor. Later als Joost dan op televisie bij het journaal relletjes zag met politieagenten met gasmaskers, begon hij al direct te roepen, mama, mama. Als baby vergat ze hem ook steeds eten te geven. Hij nam ze steeds met 1 arm en zijn hoofd zo tussen de spijlen van de box door, proberen nog wat eetbars bij elkaar te graaien. Zo vaak dat hij helemaal afdrukken van spijlen op zijn lichaampje had. Op een gegeven moment, lag er een stuk brood, maar net zo ver dat hij er net niet bij kon. Moest hij eerst een stuk van de spijlen wegknagen. Toen hij dan eindelijk bij het stuk brood kon, had hij al zoveel spijlen op, had hij geen honger meer. Door het geknaag aan die spijlen kreeg hij van die schots en scheefstaande tandjes. Moest hij al op zijn 4e een beugel. Ja, weet je, niet zo'n kleine beugel, maar zo'n mooie beugel. Je kent wel zo'n mooie brede, zo'n buitenboordbeugel. En door die beugel was zijn hoofd nu zo breed. Elke keer wanneer hij zijn hoofd tussen de spijlen door wou steken. Ja. Ah, dan door de lip. Ik ben Joost, mijn mama schaamt zich voor mij dat ik geen broertjes heb en wel een beugel. Nou wil mama ook niet dat ik groter groei. Dan zegt mama steeds, kinderen moet je klein houden. Net als bonsaiboompjes. Dan durf ik ook niet te groeien. Dan ben ik zo bang. Elke ochtend als ik wakker word, dan hou ik zo mijn hand boven mijn hoofd om te kijken of ik ook groter ben gegroeid. Het is nooit zo gelukkig. Anders gaat mama mijn armen en benen bijknippen. Met het bonsai schaartje. Dan word ik helemaal verknipt. Als ik dan later groot ben, dan ben ik heel klein. Ben ik een bonsai-joostje. Mini-joostje, dan slinger ik de hele dag aan de liaantjes van mama's bonsai-boompjes. Auw, auw, auw. Dan moet ik vechten tegen muizen. Met een naald. On garde, sorrow. Als ze dan heel snel op me af komen rennen, dan rijd ik lekker snel weg in mijn speelgoedauto. Dan moet ik wel oppassen met uitstappen. Anders val ik zo tussen de tegels. Ja. Ah-au. Dan door de lip. Of op oudjaarsavond, dan gooit er iemand een rotje op mijn hoofd, dan ligt ik helemaal klem en dan ontplof ik. Dan wil ik heel hard wegrennen, maar dan blijf ik wel 3 weken plakken aan een stukje kauwgom. Help, help! Maar niemand hoort mij. Komt papa met maat 48. Dan moet papa zo met een lollystokje de restjes Joost tussen het profiel van zijn schoen wegpulken.